Ja, Rico, een half uurtje twitteren met de supporters. Hoe is dat om uh, ja, dat te doen? Ja, dat is fantastisch. <laughs> worden gewoon een lekker privé vraag. Dus uh, nee, het is wel leuk om een keer te doen. Uh, dan weet je ook wat er onder supporters leeft en uh, ja, ze mogen vragen stellen. Dus uh, alles is welkom. Ja, wat waren de vragen zo? Uh, hoeveel uh, boterhammen, Kip Samba ik af en toe had? Uh, wat ik van de supporters vond en uh, nou eigenlijk allemaal dat soort vragen, dus uh, ja, dat was wel leuk om te doen. Ja, ben je dan eerlijk of ook uh, politiek correct? Nou, heel af en toe uh, politiek correct, als dus, voor uh, de buren hier gaat in Tilburg. En uh, meestal dan uh, antwoord ik gewoon eerlijk, dus uh, ja, ik kan er wel allemaal uh, omheen gedraaien, maar dat heeft ook weinig zin. Hoor. Ook enkele bekenden van jou die reageren? Ja, er zaten wel een paar zwervers uh, bij me. Nee, uh, ja, een paar echt teamgenoten bij RKC die reageerden ook. Ja, die vinden dat mooi natuurlijk. Yeah. Dus... Medium Twitter, is dat iets voor jou? Nee, ik ben normaal nooit actief op, dus ik moest eens even wennen hoe het allemaal werkt. Maar ja, je krijgt snel handigheid in. Ja. <matin opnieuw> dat moet ik ook niet doen.